Welkom. 14 juni 2006 is Go for Africa opgericht door Jan Huizinga. Dit is een project om een verbintenis aan te gaan in het onderwijs tussen Afrika en Nederland. Vandaag in de studio te gast twee jongens die deze mooie reis naar Afrika gaan maken en hier vast wat meer over kunnen vertellen. Welkom in de studio. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Kunnen jullie jezelf even voorstellen? Ik ben Vince van der Heijden en ik woon in Bergen. Ik ben Björn Leestraat en ik woon in Bergharen. Ja, jullie gaan die mooie reis naar Afrika maken, naar Gambia. Gambia, ja. Welke school zitten jullie? Wij zitten in Koning Willem I College in Den Bosch. En het zijn Lea 3, autotechnicus. Jullie doen allebei dezelfde opleiding? Ja, we zitten bij elkaar in de klas, twee goede maatjes. En dat gaat helemaal goed komen. Jullie mogen ook samen die reis gaan ondernemen. Ja, we gaan samen die reis maken. En hoe zijn jullie erop gekomen om die reis te gaan maken? Eigenlijk kregen we een presentatie in de klas van een leerling die al het jaar voor ons is geweest. En die heeft uitleg gegeven in de klas en het sprak ons eigenlijk meteen aan om hetzelfde te doen. Ja, en hoe begin je dan? Jullie gaan daar met auto's heen, begreep ik? Ja, we gaan met auto's, rijgroepen rijden we naar Gambia toe. Er zijn in totaal ongeveer 20 auto's. En wij zijn een rijgroep van 4 auto's en 2 motorrijders. En dat is wel super. Ja, en dan start je dus in Nederland. Maar je rijdt niet in één keer door naar Gambia, begreep ik. We rijden van 's morgens tot 's middags of 's avonds, maar net hoeveel kilometer we die dag hebben. En we gaan in Spanje met de boot naar Marokko. En in sommige landen hebben we dan een paar dagen dat we daar rond kunnen trekken, zodat we iets van het land kunnen zien. Ja. En hoe heb je je kunnen voorbereiden op deze reis? Want het is natuurlijk wel een behoorlijk eind. Hè? Ik geloof dat je 7000 kilometer Ja, tussen de 7000 en 8000 kilometer. Ja, hoe bereid je je voor op zo'n reis? We hebben begin vorig jaar de presentatie dan gehad. En toen zijn we meteen aan het denken gaan om die reis te kunnen maken. En dan beginnen al de voorbereidingen. Dan moet je eigenlijk al aan de bak om dingen te regelen, sponsors zoeken. Want zo'n reis kost natuurlijk al wat. Ja. En zo gaat er dan in verwerking. Want het wordt niet door school betaald, je moet het echt zelf betalen. Ja, een aantal dingen worden door school betaald. En de rest is sponsorgeld moet je bij elkaar zien te krijgen. Ja, en dan rijden jullie dus met z'n tweeën in een auto daar naartoe. Ja. En dan kom je daar aan. En wat is dan de planning? De planning is 7 weken stage lopen op een school, ook waar we autotechniek uit gaan leggen aan andere studenten. De school heet Sint-Peters en die zitten ongeveer in de buurt bij Banjul, hè? Bij Banjul, ja. De hoofdstad. Ja, en overnachten jullie daar bij gezinnen of in een hotel? We zitten eigenlijk op een verblijf, dat is van iemand, Franco heet hij, die woont in Gambia. Maar hij heeft een Nederlandse vrouw, vriendin, en die woont hier in Nederland. Dus dan zijn ze hier in Nederland een aantal weken en als het dan wat drukker is, een periode, dan zijn ze in Gambia en dan helpen ze elkaar met het verblijf en dan verzorgen ze, zeg maar, daar alles. Ja, want jullie starten dus, net al zeiden, in Nederland. Hoe lang hebben jullie tijd om naar Gambia te rijden? Door welke landen gaan jullie heen? In totaal rijden we 3 weken erop. We komen dan, als we Europa uit zijn, eerst in Marokko terecht. Dan heb je de westelijke Sahara. Dan krijg je Mauritanië, dat is een redelijk gevaarlijk land. Dus moeten we ook met politiebegeleiding met z'n allen in één keer er doorheen. Zo. Vervolgens komen we in Senegal en dan zijn we bij de eindbestemming in Gambia. Ja, en dan blijven jullie nog hoeveel weken in Gambia zelf? 7 weken, dus in totaal zijn we 10 weken weg. Ja, en jullie rijden met 20 auto's heen in kolonnes van 4, zei je net. Ja, 4, 5 auto's. Maar jullie hebben zelf de opleiding autotechniek gedaan. Ja. Maar niet allemaal, hè? Het zijn allemaal ook Er gaat van, van alles van mee. Ook verpleegkunde gaat mee. En zo zijn er allemaal afdelingen van scholen die op een eigen project hebben daar. Ja, maar het wordt Jan Huizinga, die heeft het opgezet, voor Afrika, zeg maar. Maar eigenlijk kan iedereen zich daarvoor aanmelden. Ja, het is ook particulier en je kan bijvoorbeeld ook alleen de reis meedoen en dat je daarna weer terug gaat, zeg maar, naar Nederland. Ja. Maar jullie gaan
lesgeven daar op een school? Ja, ja. Op een school. Er zullen studenten zijn van onze leeftijd ongeveer. Dus, en dan begin je gewoon met de basis autotechniek die je daar aan de mensen overbrengt, zeg maar. In ja. het Engels is het, want Gambia is Engelstalig. Nou, dat is ook nog een hele uitdaging dan. Ja, dat ja. Even wennen. Even overschakelen. Jullie Engels is wel zo goed dat... Nou, nog niet helemaal. Kom zelf. Onderweg, ja, inderdaad. Onderweg nog cursus volgen. Ja. Ja. En gaan jullie ook weer met de auto terug? Nee, de auto laten we daar. Die geven we weg aan een goed doel of, bij het ziekenhuis of bij de school. Dat is maar net, daar hebben we zelf geen inspraak in waar die naartoe gaat. En dan gaan we volgens met het vliegtuig weer terug naar huis. Ja, een hele uitdaging zo. Ja, ja. Zeker weten. Maar wel heel leuk om te doen, ja, denk ik. We hebben er ook zin in. Ja, we hebben heel veel van gaan leren en flinke ervaring opdoen. Ja, dat sowieso natuurlijk. Ja, je ontmoet daar heel veel mensen. Ja. Lijkt mij op die school. Ja, wel een, ja dat ook, ja. Hele leuke uitdaging om er mee te maken. Ja. Alleen de reis van, sowieso al. Ja, hè? Het is ook behoorlijk, ja. Want jullie gaan niet rechtstreeks in één keer naar het land toe. Maar het is echt wel dat jullie onderweg ook nog best wel... Ja, het is leuk dat je de reis en de stage eigenlijk gecombineerd hebt in één reis. Ja. Nou, ik wil jullie in ieder geval heel veel succes wensen. Dankjewel. Met de reis. Dankjewel. We zijn ook op zoek naar sponsors. Ja. We zijn ook op zoek naar sponsors. Nou, oké. Ja. Dan moeten we dadelijk nog een oproep doen. Ja. Ja. Kunnen we jullie ook volgen ergens via een website? Of? Onze Facebookpagina kun je in de gaten houden. En daar wordt vanzelf een keer opgezet hoe wij te volgen zijn. Met foto's en verhalen en... Ja, en wat is de naam van die Facebookpagina? Onze Facebookpagina heet Go for Africa Team Heyo Let's Go. En via de Facebookpagina kunt u ook op onze website terechtkomen. Dan kun je daar ook meer informatie vinden over het project en wat we gaan doen. Ja. Nou, mooi om te horen. Ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Het vast moet komen. Ik zal in ieder geval de Facebookpagina in de gaten houden. Ja. En nou ja, wie weet als jullie terug zijn naar die mooie ervaring, dat jullie nog een keer jullie verhalen hier kunnen vertellen. Ja, natuurlijk. Dat jullie allemaal kunnen zien hoe het gegaan is. Ja, dus even als verhalen dan. Toch? Ja, inderdaad. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En zoals de jongens al zeiden, mochten er nog sponsoren zijn, die zijn nog altijd van harte welkom. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.